de ruimte rond de tabernakel. De ruimte rond de tabernakel moet worden afgeschermd. Aan de zuidkant moeten over een lengte van 100 el doeken van getwijnd linnen komen en 20 bijbehorende palen op 20 bronzen voetstukken met krammen en dwarsstangen van zilver. Evenzo aan de noordkant doeken over een lengte van 100 el en 20 bijbehorende palen op 20 bronzen voetstukken met krammen en dwarsstangen van zilver. Aan de westkant doeken over een breedte van 50 el met 10 palen op 10 voetstukken. Aan de oostkant moet de breedte van de afgeschermde ruimte eveneens 50 el zijn. Daar moeten aan weerszijden over een breedte van 15 el doeken komen en 3 bijbehorende palen die elk op een voetstuk staan. Scherm de ingang af met een vakkundig geborduurd gordijn van 20 el breed van blauwpurperen, roodpurperen en karmozijnrode wol en getwijnd linnen garen. Daar komen 4 palen bij, elk op een voetstuk. Alle palen van de omheining krijgen zilveren dwarsstangen, verzilverde krammen en bronzen voetstukken. De omheining moet 100 el lang zijn, 50 el breed en 5 el hoog. De doeken zijn van getwijnd linnen, de voetstukken van brons. Al het gereedschap dat nodig is voor het opbouwen van de tabernakel moet van brons zijn, evenals de pinnen van zowel de tabernakel als de omheining.